Goed, welkom bij het vierde filmpje van het laatste hoofdstuk van de Republiek in de tijd van Vorsten. Dit keer de Republiek van 1672 tot 1702. We waren gebleven in 1672, het rampjaar. En. Daar zag je dus dat een coalitie werd gesmeed. Hè, eerst uh, tegen Frankrijk. En dat Frankrijk daarna Frank uh, wraak wilde nemen. En hè, dat, uh, dat een coalitie werd gesmeed tegen de Republiek zelf. Hè, de Zweden neutraal. En uh, Groot-Brittannië in het kamp van Frankrijk. Samen met Münster en Keulen. En dat leidde ook tot een. Uh, daar ga ik eerst even op in. Een, een verschuiving in de binnenlandse politiek. En als het goed gaat met de economie. En als er vrede is, dan is dat goed voor de macht van de regenten. Die zijn gebaat bij stabiliteit en vrede en handel. Dan kunnen ze ook de druk van de Oranjes weerstaan. Maar als het nou slecht gaat met de economie en als er oorlog is, dan betekent dus dat de macht van de Oranjes toeneemt. En die ontlenen sowieso natuurlijk status en macht aan het feit dat ze kapitein-generaal zijn, aanvoerder, een soort van bindfactor van de Republiek. Erger dan. Het rampjaar kon niet, hè? alleen Holland was nog over en het eh, ging economisch bizar slecht met, met de economie. Nou, dat betekent dus dat er een, een enorme hetze tegen de gebroeders de Wit kwam. Eh, Johan en Cornelis werden op een gegeven moment uh, gevangen gezet voor landverraad, hè? dus heulen met de Fransen. Totdat ze op een gegeven moment dus uh, uit de gevangenenpoort werden gehaald en gelyncht werden. En op een heel gruwelijke wijze werden vermoord. Hè? Ze werden... Uh, ze werden zeg maar, daar uitgehaald door de schutterij. Die, die stond erbij en keek naar Dus die, dat was dus het einde van de macht van de, Johan de Wit, van de raadspensionaris. En natuurlijk kwam Willem III daarna aan de macht. De jonge prins van Oranje, die gelijk ook kapitein-generaal werd gemaakt. En nou, orde op zaken stelde. En ook ervoor zorgde dat, dat de oorlog weer goed ging. Nou, in ieder geval betekent dat dat hij dat enorm veel meer... Macht kreeg als, als stadhouder. Natuurlijk hè, omdat het de oorlog was, maar ook omdat hij dan ook als redder werd gezien. Dat betekent dat ik heel veel regenten aan de kant uh, kon zetten. Die kon hij ook al vaak aanstellen in, als een positie van stadhouder. Maar in dit geval was het echt zeg maar, het, het schoonvegen van het oude regime en gewoon zijn eigen mensen daar dus uh, neerzetten. Als je gaat kijken naar de oorlog, de Republiek was gered eigenlijk door het doorsteken van, uh, van de dijken. Ontstond de waterlinie. En dan konden de Fransen niet meer verder. En dat was, lag ook een beetje aan de Fout van uh, Lodewijk XIV, die bij Utrecht een uh, kamp had opgeslagen, zeg maar, en wachtte op de overgave van, van uh, Holland. En dat gebeurde dus niet. Nou, en achter die waterlinie kon de Republiek weer orde op zaken stellen onder leiding van Willem III. En zo werd er dus een nieuwe coalitie gesmeed uh, met de keizer van Duitsland, Pruisen, uh, Spanje, Denemarken. Een redelijk grote coalitie tegen Frankrijk, dat zie je hier. Dus Groot-Brittannië trok zich terug, Frederik en Münster ook in 1674. En Groot-Brittannië moest zich natuurlijk terugtrekken doordat het parlement Karel II dwong om zich terug te trekken. Dat betekent dus dat daarna de oorlog een stuk beter gaat voor de Republiek en dat het strijdtoneel zich verplaatst naar de zuidelijke Nederlanden. En wat je hier dus ziet, is het echt tegenovergestelde van wat er in voor 1672 gebeurt. Frankrijk is echt een enorme bedreiging voor heel veel landen. Het wordt echt, je streeft naar Europese hegemonie. En dat betekent dus dat andere landen zich daar dus tegen gaan keren. En dan zie je weer het balance of power-principe. Nou, in 1678 wordt de Vrede van Nijmegen getekend. Um, waar Frankrijk wel wat terreinwinst heeft uh, geboekt ook. Wat je dan ziet, is dat um, Willem III. Gewoon Hè, erg bezorgd is over, uh, uh, over Frankrijk. En dat hij hè, doorgaat met het smeden van coalities. En het hele nou, circus wordt eigenlijk in gang gezet door het intrekken van Edict van Nantes. Eh, dus zeg maar dat waar de protestanten toch nog gewetensvrijheid kregen, dat, dat gaat dus weg. En daardoor vluchten dus enorm veel Hugenoten naar Nederland. Dat was ook een economische boost zeg maar voor Nederland. Maar het versterkte wel de enorme ook de angst voor Frankrijk. En indirect heeft dat het eigenlijk ook weer geleid wat je hier ziet tot de invasie van Engeland de eh, Glorious Revolution. Dus hier, dit is ook, hier is een plaatje ook van eerdere zeg maar, opstand, ook tegen de koning maar hier Die gele lijn, dat is zeg maar, de gelukte invasie van het uh, staatse leger. En die werden ook met open armen ontvangen. En na nou, 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 nog wat gevechten, ook een oorlog in Ierland, uh, heeft hij uiteindelijk zeg maar, Groot-Brittannië onder zijn regime gekregen. Samen met uh, zijn vrouw Mary. Ja, dat was dus de dochter van de koning. Ja, dus hij heeft ze, tegen zijn schoonvader uh, gevochten. En dat betekent dus dat Engeland, of Groot-Brittannië en de Republiek... verder gaan in een personele unie. Ja, het blijven twee aparte landen, maar ze hebben dezelfde heerser. Koning William III en koningin Mary. Die naast elkaar dus uh, regeren als protestantse vorsten. En dat betekent dus dat Engeland zich aan gaat sluiten... Bij de Republiek. Ze komen in die coalitie van de Republiek. Dat is heel belangrijk tegen Frankrijk. En daarom doet Willem III dat ook. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat die handelsbelemmeringen niet worden opgeheven. Want Willem III moest heel veel concessies doen aan het parlement. We hebben de, als je gaat kijken naar die Glorious Revolution, dat wordt ook zo genoemd door die Bill of Rights. Maar dat betekent dat die macht van het parlement enorm toeneemt. En het was natuurlijk niet in het belang van Engeland dat bijvoorbeeld. Die Act of Navigation werd ingetrokken. Dat is dus ook enorm nadelig voor de Republiek. Maar he, Willem III, ging hem, het ging hem echt om de buitenlandse politiek, dat hij die coalitie tegen Frankrijk eh, kon smeden. En dan zie je ook dat Frankrijk reageert en dat in 1688 ook de nieuwe oorlog uitbreekt, de Negenjarige Oorlog, dat zie je hier. Dan smeet hij een nieuwe coalitie, Je ziet je staan, de Republiek in Groot-Brittannië, en weer met Spanje en Oostenrijk tegen Frankrijk, en weer... Is dus dat arme zuidelijke Nederland, zeg maar. Zoals je het hier ziet, is het uh, strijdtoneel. Hier zie je dus die, uh, zeg maar wat de Fransen hebben bezet, en hier zie je ook die veldslagen. En uiteindelijk uh, wordt Frankrijk wel min meer, meer gedwongen om zich wat meer terug te trekken. En is uh, Frankrijk ook redelijk uitgeput in de Vrede van Rijswijk in 1697. En dan is ook wel het doel van Willem III wel geslaagd. Hij overlijdt in 1702, de Franse economie is voorkomen. Uh, maar tegelijkertijd is dit ook wel het einde van uh, het hoogtepunt van de Republiek. Ja, dan is de Republiek echt verzwakt, wordt echt een tweederangs natie. En dat wordt nog versterkt eigenlijk door de Spaanse successieoorlog. Want daarin betaalt de Republiek enorm veel, moet ze heel veel schulden aangaan. En uiteindelijk leidt dat dus ook tot uh, echt nog meer neergang van de Republiek. En, nou, en niet zo hele voordelige vrede ook in de vrede van Utrecht voor de Republiek. En met zijn dood wordt ook het nieuwe. Tweede stadhouderloze tijdperk uh, ingeluid, Want ze hadden natuurlijk een enorm machtige stadhouder. En de balans was natuurlijk compleet zoek in de republiek. En dat wilden ze dus uh, gaan herstellen. En dat is eigenlijk een beetje het hele politieke gedeelte van uh, het laatste politieke gedeelte van dit, van dit eindexamen thema. Ik ga nog in het economisch gedeelte nog even het staartje nog even kort uh, behandelen. He, maar dit hele. Gedeelte van 1648 eigenlijk tot 1702 wordt eigenlijk gekenmerkt door constante coalitieoorlogen tegen een sterk land. He, eerst dan tegen de Republiek en daarna he, wordt Frankrijk zo machtig dat Willem III dat als speerpunt van zijn hele leven uiteindelijk maakt.